Hoe staat het er over 20 jaar voor met de mantelzorg in Nederland? Het Sociaal-Cultureel Planbureau onderzocht het. We hebben eerst gekeken van hoeveel mantelzorgontvangers verwachten we nou in de toekomst. Nou, we verwachten als we kijken naar die 75-plussers, dat aantal met 70% gaat stijgen in die ruim 20 jaar. Maar we zien dat bij het aantal gevers van mantelzorg, en we hebben het eigenlijk over de gevers die iets intensiever geven dan iets heel kleins, 4 uur of meer per week, dat zien we maar met 7% stijgen. En wat je dan uiteindelijk gebeurt, is dat de verhouding van hoeveel mantelzorggevers heb je nou op mantelzorgontvangers, die gaat veranderen van 5-1 nu ongeveer, of in 2018, naar 3-1 in 2040. En dat is met name in de krimpgebieden, dat zijn de randen van Nederland, is die verhouding in zekere zin, kan je zeggen, nog ongunstiger. En dat betekent dus dat er minder mantelzorgers zijn voor die vaak wat kwetsbare ouderen. Je ziet ook dat het aantal mantelzorgers wat zelf 75 plus is, dat de onderlinge mantelzorg van 75 plussers voor elkaar, dat gaat toenemen. Door die vergrijzing natuurlijk, is eigenlijk heel logisch ook. Maar dat zijn vaak kwetsbare situaties, want partners geven elkaar heel veel zorg, vaak veel uren. Het kan heel goed zijn dat er dan minder mensen in de sociale netwerk omheen staan die dat kunnen helpen, zodat ze de zorg minder kunnen delen. Dat zijn allemaal risicofactoren voor overbelasting. En we verwachten eigenlijk dat met die toenemende vergrijzing en de effecten op de mantelzorg, dat deze problematiek gaat toenemen. Nu is het zo dat er eigenlijk een gat zit tussen het zelfstandig wonen in je bijvoorbeeld een gezinswoning, wat heel veel mensen heel lang doen, en de verpleeghuizen die de allerzwaarste gevallen opnemen. Daar zit eigenlijk een gat tussen waar vroeger ook wel het verzorgingshuis in zat. Nou, er was misschien wel leegloop bij verzorgingshuizen, maar ook vanuit de overheid is gezegd dat die verzorgingshuizen, daar willen we eigenlijk een beetje vanaf. En op een gegeven moment verdwijnen eigenlijk die verzorgingshuizen, maar we moeten dat gat wel gaan vullen met allerlei verschillende woonvormen. Waarin ouderen dus kunnen wonen, vaak ook bijvoorbeeld met andere ouderen in de buurt of met jongeren in de buurt. Waardoor ze meer sociale contacten hebben, die sneller signaleren dat er een hulpbehoefte is. En waar ook de drempels, denken wij, om elkaar te kunnen helpen lager zijn. Dit staat allemaal op zich, niet in het rapport, maar het is een voortvloeiend van het nadenken over de resultaten van wat we gevonden hebben. We zijn al in discussie gegaan, we doen dat ook in de slotbeschouwing van het rapport, van wat moeten we nou met z'n allen gaan doen. Toekomstige generaties, waar ik mezelf even toe reken, wij moeten ons veel beter gaan voorbereiden en nadenken over de oude dag. Met wie en in welke situatie willen we dat doen? We moeten niet afwachten tot ons iets aangeboden wordt, maar we moeten zelf denken van wat willen wij later? En die actieve rol moeten wij als ouder van de toekomst denk ik wel op ons gaan nemen.